veiligheidsbagage is de bagage die afwijkend is van normale reguliere koffers. Te denken valt dan aan te lang, te hoog, te breed, maar ook te zwaar. Alles eigenlijk wat niet regulier via het systeem mag gaan. Dit moesten we inbrengen, onze tent. Nou, de gewone koffer gaat gewoon via het systeem en komt bij een locatie op waar de hele vlucht wordt opgemaakt, hè, geladen. Wij brengen het buiten het systeem om, wel naar de goede plaats, zodat het toch in hetzelfde vliegtuig terechtkomt. Just dropping off some computers in a big bag and also hockey sticks because we're a hockey team, so it's very easy. You just come in, drop it off and then walk away again, so it's good. Wat heb je bij je? Nee, dat is een lichtbak. Dat is voor een feestje waar ik vanavond moet draaien in Rimini. En dat is voor in de DJ-boot. Nou, de ervaring is dat de meeste passagiers niet weten dat ze OTSET bij zich hebben. Maar degenen die niet weten, die worden bij het check-in meteen verteld. Nou, dit is afwijkende bagage. Die mogen wij als check-in personeel ook niet inchecken. Breng het bij het OTSET-punt. Wij nemen dat in ontvangst en proberen dat dan toch zo snel mogelijk op de goede plek bij het vliegtuig te krijgen. En als het te kort tijd is, dan brengen we hem rechtstreeks naar de machine toe.